Monster Hunter draait alweer goed wat jaartjes mee in de game-industrie, maar wist nooit een stabiele voet op westerse grond te krijgen. Na een plotselinge aankondiging tijdens de E3 van afgelopen jaar probeert Capcom het opnieuw met Monster Hunter World. De grootste verandering? Geen Nintendo-consoles meer, maar de PlayStation 4 en Xbox One. De vraag is natuurlijk of we kunnen spreken van een geslaagde jacht of dat we thuiskomen met lege handen. In Monster Hunter World neem jij de controle over een monsterjager die onderweg is naar de nieuwe wereld. Sinds de ontdekking van het nieuwe continent tientallen jaren geleden is er een interessant fenomeen ontdekt. Iedere 10 jaar trekken enorme monsters richting de nieuwe wereld. Waarom ze dit doen? Dat blijft vaag. Als onderdeel van de vijfde vloot richting de nieuwe wereld is het aan jou om te ontdekken wat de zogenoemde Elder Dragons precies doen op dit bijzondere continent. Daarbij is het natuurlijk jouw taak als monsterjager om dit nieuwe continent verder te ontdekken, op monsters te jagen en ervoor te zorgen dat ze de rest van de bevolking niet in gevaar brengen. De monsters waar je op mag jagen komen in alle soorten en maten, variërend van enorme reptielen, razendsnelle katachtige wezens en zelfs enorme dino's. Blindelings achter ieder monster aanrennen is echter niet de beste optie, want ieder monster heeft zijn eigen wil en daarbij ook zijn eigen trekjes. Om de jacht iets makkelijker voor je te maken, introduceert Capcom een aantal systemen. Met als belangrijkste, de vuurvliegjes. Deze vuurvliegjes helpen je namelijk met het speuren naar nieuwe materialen, etenswaren en sporen van monsters. Die monsters laten namelijk over de hele nieuwe wereld tekenen achter waarmee ze te volgen zijn. Denk daarbij aan voetsporen op de grond, krassen op de stenen of tekenen van een gevecht. Heb je voldoende sporen gevonden? Dan leiden de vuurvliegjes direct naar het monster zodat het gevecht kan beginnen. Die gevechten gaan in Monster Hunter World op een hele nieuwe schaal, zoals we die nog nooit eerder gezien hebben. Dat is mede mogelijk gemaakt door de nieuwe omgevingen, die nog nooit zo groot zijn geweest als nu. Hoewel er maar 4 verschillende omgevingen zijn, voelen ze stuk voor stuk enorm aan. Iedere omgeving heeft verschillende gebieden, verschillende niveaus, allemaal met een eigen stijl. Je loopt zo van het strand een stuk jungle in om daarna een grot in te glijden. Een nadeel van deze enorme omgevingen is wel dat het lastig kan zijn om de juiste weg naar je doel te vinden. Veel kleine gangetjes kunnen op elkaar gaan lijken, omdat het op de minimap niet altijd duidelijk is welke weg omhoog of omlaag loopt. Die enorme schaal is natuurlijk niet alleen van toepassing op de omgevingen, maar ook op de tientallen monsters die door de game lopen. Vaak zijn ze minimaal 2 tot 3 keer zo groot als dat jij bent, wat ervoor zorgt dat je alle zeilen bij moet zetten om heelhuids uit de strijd te komen. Daarbij is het bestuderen van een monster van groot belang, aangezien ieder monster zijn eigen trekjes en gebruiken heeft die je onder de knie moet zien te krijgen. Zo laten veel monsters je gewoon met rust zolang je niet te veel in hun territorium komt, maar zijn er sommige wat meer opvliegende typjes die je op het eerste gezicht direct aanvallen. Maar die trekjes hebben niet alleen betrekking op jou als jager, maar ook op de andere monsters om je heen. Zwakkere monsters rennen weg bij het zien van een sterker monster en gelijkwaardige monsters vallen elkaar aan wanneer ze in elkaars leefgebied komen. Dat is iets wat kan leiden tot spectaculaire gevechten waarbij jij lekker achterover kan leunen. Hoe goed zo'n gevecht met zo'n enorm monster nou eigenlijk gaat, dat is vaak een raadsel. De game vertelt je namelijk niet de gezondheid van het beest aan de hand van een handig levensbalkje, maar geeft wel visuele hints in het gedrag van het beest. Zo gaat het kwijlen, verliest het een staart of begint het terug te strompelen naar zijn nest. Vooral wanneer de minuten wegtikken en je tijdslimiet in de buurt komt, kan de strijd dus om te snijden zijn. Sowieso heeft Monster Hunter World een zoek het zelf maar uit houding tegenover zijn spelers. Wanneer je goed wat uurtjes in de game hebt gestoken of voorgaande titels al hebt gespeeld, dan zijn veel systemen je wel vertrouwd. In de eerste 10 uur van de game krijg je echter nog regelmatig dingen uitgelegd, maar niet op een logische manier zoals we dat graag zouden zien. Capcom verkiest liever schermen met nette kleine tekst en diepgaande menus om doorheen te spitten, in plaats van een handig filmpje of je even bij de hand nemen. Iets wat het voor beginnende spelers wel meteen een hele kluif maakt. De oplossing hiervoor zou de 4-speler co-op moeten zijn, waarbij ervaren spelers de beginnende rookies het een en ander uit kunnen leggen. Een mooi voorbeeld hiervan is het SOS-systeem, waarbij spelers in nood tijdens een gevecht om hulp kunnen roepen. Tot wel 3 andere spelers kunnen op dat moment aanhaken en de jager in nood uit de brand helpen. Hoewel het om hulp roepen een makkelijke taak is, werkt het hulp aanbieden een stuk lastiger. Zelfs na goed wat uurtjes te hebben gespeeld, blijft het voor ons een raadsel hoe we andere spelers kunnen helpen. Monster Hunter World tilt de serie naar een heel nieuw niveau met grotere omgevingen, helse monsters en nieuwe concepten. Toch lukt het de game niet om de valkuilen van zijn voorgangers te vermijden. De game is pittig en daagt spelers uit tot op het bot, maar jaagt hiermee nieuwe jagers vooral weg. Heb je flink wat doorzettingsvermogen? Dan is Monster Hunter World echter een titel om je weken, zo niet maanden, zoet te houden. Daarom belonen we de game bij deze met een score van 91 uit 100. Vind je deze video nou leuk? Klik dan vooral op de like-knop. En als je nooit meer een video van ons wil missen, abonneer dan meteen op ons kanaal en klik op het belletje om direct te weten wanneer onze nieuwe video's live gaan. Check vooral ook onze website, gamesensor.nl, voor meer nieuws, reviews en achtergrondartikelen.
En volg ons ook vooral op social media. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.